oh mijn god, moeten we hier echt serieus wachten op het hoekje? Oh mijn god, 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 oh mijn hemel. Dat jij dit kan. Oh mijn hemel. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin en ja, dat zijn wij. En het is vandaag, om precies te zijn, woensdag 23 december 2020 en het is 9 over 3 in de middag. En wat we allemaal gaan doen, ik zou zeggen blijf kijken en heel veel kijkplezier en dan zien we het vanzelf. Ik ga even pesten. Vind ik leuk, leuk. Zo, even leuk, 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 leuk. Ik ga even over pesten. Ja, snoertje pakken. Ja, nou, Ro en Ro die is eventjes een mailtje even aan het afmaken. En dan gaan wij lekker weg. Ja, even pleiten. Dat heb ik even weer nodig. Hè? Dat is juist goed. En toch staat en staat die auto er weer ook, hè? Hey. Dus misschien zometeen eventjes een goed plan. Dan laat ik dat even aan jou over. Om dus eventjes op die deur te kloppen. Even vragen. Wat ze dus daar aan het binnen doen aan het zijn. Is handig. Anders dan ga ik de pan uit. En dat had ik gisteren ook al aan jou gevraagd. En dus dat kunnen ze allemaal namelijk weg. Handig. Zo. Wij zitten in de auto. Wij gaan eventjes naar de Lidl. Lidl. Geen Aldi is goedkoper, maar Lidl. Lidl. Ja, is Lidl. Ja. En Roderick is aan het rijden. Ja, ook erg handig. Rijden, rijden, rijden. Hij is niet aan het rijden, want de auto rijdt alleen. Hij moet het besturen. Hè, schat? Mm-hmm. Besturen, ja. Helemaal goed. Ja, toch wel? Mm-hmm. Ja, dat is mooi dat het helemaal goed is. Wacht hoor. Maar niet allemaal tegelijk. Nee, precies. Nee, even kijken hoe ze bij de Lidl zijn in verband met de mondkapjes, et cetera. Want je ziet een hele hoop op en op internet. Het is mij ook al een keertje overgekomen, maar zoals jullie al wellicht hebben kunnen zien. Dat ik een heel groot probleem heb gehad met een beveiliger. Dus ja, we gaan het zien. Jullie gaan het ook even meemaken. Handig. Ja, zoals jullie al kunnen zien is het alweer lekker donker aan het worden. Maar we gaan dus nu naar Nooddorp. Maar volgens mij, uit mijn hoofd, via de stamboom, schat, ja. Heb jij familie in Nooddorp wonen. Heel toevallig. Want hun houden van golven. Ja, precies. En als je wat zegt, wat harde lullen! Zeg ik ook al zo vaak. Lullen! Praten! Nee, praat! Normaal harder! Ja, maar Nooddorp heeft wel golf, hè? Nee, hier in Leidsveen, hier en hier hebben ze een golfbaan. Okay. Daar gaan ze ook naartoe. Oh, okay. Maar, daar zeg ik al, dan moet ik even kijken via de stamboom straks als we thuis zijn. Dat is goed. Want volgens daar zeg ik al, volgens mij is het van jouw kant. Dat kan. Dat dacht ik wel, want ik heb het nog toen aan jou laten zien. Ik heb het toen nog zelfs bekeken op Facebook. Zo. Ik wou net zeggen, treintje toetuut, maar dat is geen treintje. Nee, het is een trammetje. Trammetje, het is een tram, wauw. Trammetje, tring, tring. Het is een tram, het is geen trein. Ja, maar het begint wel met een T. TT, ja. Tram, trein. De Randstadrail. Wat anders. Randstadrail, ook goed. Randstadrail. Voor de mensen die het bekend voorkomen, dat kan kloppen, want we rijden in Leidseveen. Zo, lekker felle lampjes. Kijk, hebben jullie tenminste licht? Ja, en dan helemaal rechtdoor en dan heb je zo, goedemorgen. Ja, zo. Even denken. Een verkeerslicht er rechtdoor. Zo, goedemorgen. Immigrados. Ja, en ik ga even navigeren. Denk ik zo, dacht ik zo. Hoeft niet, want ik weet het wel uit mijn hoofd. Denk ik zo. Willen jullie dat weten of ik het uit mijn hoofd ken? Ik zou zeggen, kijk even lekker mee.
Zo. Lekker even kijken of ik, Karin, deze dame die het filmt. Want Roderick die kan niet filmen. Want die is de auto aan het besturen. Aan het besturen. Ja, dat zeg ik goed. Ja. Geen telefoons in je handen houden. Nee, en net zoals... Nee, want zelfs ergens in ergens bij, en bij de Britten weet ik veel. Dat en dat is op een opnieuw geweest in de krant. Hadden ze dus daarbij en bij hun overheid, weet ik veel. Alle mensen opgeroepen, ook bij en dus ook bij milde klachten, te laten testen. Wat hebben ze allemaal gedaan? Allemaal massaal en naar de teststraat. Hoe lang stond je in de file? 7 uur. Dus ja, wat gaan dan de mensen doen? Op hun telefoon zitten. Hebben ze dus bekeuringen gekregen? Als je dus in de file staat. Als je niet aan het rijden bent? Nee, maar alsnog. Ze hebben dus een bekeuring gehad. Als ze naar de teststraat willen. Omdat ze voorgaven aan een overheidsoproep om naar de teststraat te komen. Kijk, in Bonn. Rechtdoor hier trouwens. Nou, als ik een oproep krijg, dan ga ik niet heen. Dan ga ik lekker op mijn telefoon zitten. Ik ook geen Bonn. Kijk, want hier bij deze grote toren, daar, die, de GT, ja. Waar ze nu nog aan het bouwen zijn, daar zit het zwembad. Bij die verkeerslichten, ja. Even kijken, is dat goed? Nooddorp Centrum. Dat vind ik zo, ja. Ja, dan moet je die volgen. Bij de bocht. Daar achter die auto's aan. Want hier hebben we het zwembad. En hier komt een hele grote toren aan het zwembad vast. Jee, het regent. Kijk, want hier heb je het zwembad. Waar we altijd gingen zwemmen voor de coronatijd. Alleen je mag niet zoveel dat woord gebruiken. Want anders kan je video dus offline worden gehaald. Ja. Ben ik blij en dat ik dat niet zo vaak in mijn mond neem? Kijk dan, mensen, hoe mooi. Ziektebewerkers. Kijk dan. Hoe leuke kersenlichting. Dat is mooi. Alleen daar is hier niets. Ik heb hem op interval nu staan. Aha. Ik heb even een ander lampje aan de rechterkant bijvoorbeeld. Rechterkant? Oh ja, hey, het remlicht doet het wel. Dat dan weer wel. Maar wanneer mogen wij op kraambezoek bij Jack eigenlijk? Moet je dat even straks even vragen? Wanneer kunnen we jou op kraambezoek? Het oliebollenkraam, en nu gaan we bij jou op bezoek om het oliebollen te halen. Kijk, is leuk. Kijk, ook leuk. Slangetjes of is dat paling? Geen idee wat dat is. Recht door. Er moet een liftje opgemaakt worden. Ik zou die tante kerstverlicht naar weg gaan. Wauw, echt niet. Kerstverlicht. Nou, eens kijken wat de lampen daar. Echt niet. Eens kijken dan. Leuk. Al die verlichting. Nee, die felle lampen daar. Kijk, en daar hebben we een mooie kerstboom binnen. Dat is ook de exorbitant. Te veel lampen. Wel nee. Gewoon de gordijnen dicht. Nee hoor. Niemand te lachen. Ja. Alleen de politie die wil met oudjaar gaan controleren of er te veel mensen in huis zitten. En dan mensen bekeuren. Dus ben je met heel veel mensen, ik zou zeggen, doe gewoon lekker gordijnen. En je gordijnen dicht, ja. En ben je in je eentje of met z'n tweeën, zet wat paspoppen neer. Laat die een beetje heen en weer bewegen. Dan komt de politie, mag je zelf een bon geven omdat ze dan met te veel mensen in huis zijn ineens. Kijk. Dat is handig. Ja. Kijk. En hier hebben we dus... Was het nou hier gratis parkeren beneden? Ik weet het niet meer. Ja, dat weet ik ook niet. Marije zei van wel toen, hè? Dus we kunnen beneden parkeren hier. Is beneden parkeren. Ja. Alleen het was wel smal volgens mij. Ja, dat was het zeker. Is het nog steeds? Mhm. Hier is. Wat is dat voor andere blokjes?
en 's nachts gratis. Staat er niet op. Ja, is er. Gratis, kijk. B. Heel niet, hè? Huh? Even kijken. Wat staat erop? Wat is... Oh, hey, ja, je kan er gewoon naar binnen. Dankjewel. Geen kaartje. En toen was het omhoog klimmen. Toen was het omhoog. En twee gassen erop. Gassen. Ik zit wel in ze heen. Oh mijn god, moeten we hier echt serieus wachten op het hoekje? Oh mijn god. Oh mijn hemel. Dat jij dit kan. Oh mijn hemel. Dit vind ik zo het ergste ook, hè? Dat is de helling. Ja, en je moet die kant op. Het eerste, hè? En dan weer naar links. Zo, het is hier glad. Een beetje gladdig is het wel. Ik wou net zeggen, ik kan niet parkeren, maar nee. Ja. Hey. Jee! Yeah. Top! Zo, ingeladen en wel. Hè? We gaan dus nu het parkeergarage verlaten. En dit is ook weer, want daar kwamen we binnen, hier. Dan gaan we dus weer naar buiten. Uiteraard Ippenburg, dat is leuk. Ippenburg. Dit doet auw aan je auto. Want daar kwam je in. Jee. Dan zit die wel op. Joepie. Hij komt ergens even vanuit het centrum. Wauw, het is deze mooi gemaakt. Heel gaaf. Kijk dan. Ja, we zijn dus weer in Rotterdam. Want we gaan even weer naar het voedselcentrum Isaak en de Schittering. Dan ga ik even oversteken. Ik heb nou net van die mooie muurschildering. Deze hier. Ik heb nu net een filmpje van gemaakt. Nou, dat hebben jullie kunnen zien. En dan ga ik weer naar Rood toe. En dan gaan we even naar binnen, even kijken wat ze hebben. En dan gaan we lekker naar huis. Huis. Lekker eten. En wat we gaan eten, weet ik nog niet. Nope. Maar Rood moest even wachten op mij. Ook goed, ook prima. Dus dat. Ja, nou, we zijn weer thuis. Dat zie je. En Roderick, die zien jullie ook... In de spiegel. Ja. Kijk, ja, dat bedoel ik. Hoi. Kijk, daar hebben we Rauw. Maar we zijn dus eventjes op pad geweest. Wat jullie dus wel weten. We zijn dus eerst naar de Lidl geweest. Daar kun je zo naar binnen zonder mondkapje. Maar het is altijd wel handig om alles bij je te hebben. Geen problemen gehad. Toen zijn we vanuit daar naar Rotterdam gegaan, naar de naar de Vinkenbaan eerst. Vanuit daar zijn we weer naar de Kreekplein gegaan. Vanuit daar zijn we naar de Jumbo gegaan, hier bij ons in de buurt. En nu zijn we thuis en nou laten we jullie even zien wat we dus hebben gekocht bij de Lidl.
Nou ja, de hondenvoer, daar hebben we 3 zakken en die liggen nog in de auto. Maar voor de rest laten we het even zien. En wat we dus ook gratis hebben gekregen en bij de voedselcentrum Isaac en de Schittering. Yay. Ja, ik heb ook weer wat gekocht. Hij is klein maar fijn. Ja, een kleine kerstboom. Hé, hoe leuk is deze? Hij is heel leuk. Maar ik krijg er ook weer gelijk gratis eigenlijk, inclusief 24 kerstballetjes. En hij is 60 centimeter hoog, heb ik toch een kleine kerstboompje. En dan, ja, eentje voor Ro en eentje voor mij. Ja. Want onze maten die liggen niet heel ver bij elkaar. Dus stel, deze is te groot of weet ik veel wat. Dan kan Ro altijd weer deze aan. Hartstikke handig. Dus en dan gaat die even zo. En dan trommelgeroffel. Ja, wat hebben we nog meer? Hebben we ook heel veel. Ik heb nog lekker kreeftensoep. Kreeftensoep, ja. Kijk. Kreeftensoep, kijk. Ik heb hem nog nooit gehad. Geen idee hoe het smaakt. Dus, hier hebben we ook. Hartstikke mooi. Dan heb Droom. Ja, wat heb jij gekocht? Dit. Oh. Choco mocha pasta. Ja, oké. Okay. Koffiebonen, chocopasta. Kijk. Verbeterend licht, ja. Nog wat twinkeltjes. Twinkel, twinkel, twinkeltjes. Helemaal goed, ja. Yes. Ga ik inpakken, leuk. Inpakken, ook nog. Oh, dit. Zo. Ik had er 4 of zo. Je hebt 4 van die dingen. Ja, en jij had er 2, kijk. Lekker gerookte kip. Dat is gewoon een kip. En Rodi heeft de gewone kip. En de ontbijtspek. Ook lekker 's avonds. Ja, precies. Dus die hebben we sowieso. Dat is mooi. Die dan. Yes, sir. Nou, ik heb hier wat buiten de doos ligt. Heb ik betaald. Deze was €1. Hoeveel dit was, weet ik even niet uit mijn hoofd meer. Maar dit heb ik dus betaald. Lekkere chocolaatjes. Gaat lekker zo meteen de koelkast in. Hé, hey, een lekkere soeppakket van Knorr. Ja, en ik word er niet voor gesponsord. Het enigste wat er nog in moet, dat is dit. Goed voor 1 liter zelfgemaakte soep. Nou, zelfgemaakt. Een beetje met, mag je niet, maar met de Knorr. Daar heb ik dus 3 pakjes van. Lekker voor de toast. Lekker een dipje. Helemaal goed. En wat ik dan gratis heb gekregen. Ik vroeg dus... Daar kan Roderick beamen. Ja. Ik vroeg dus om 1 zakje witte bolletjes. Ik vroeg om 1 zak bruine bolletjes. En dan moet nog een zak bruine bolletjes even in mijn bak. Of gewoon een witte mag ook. Dit kreeg ik dus echt gewoon in 1 keer zo in mijn doos erbij. Ik vraag om dit extra. Dit. En dat krijg ik erbij. Dus dit is bij de Kreekplein in Rotterdam. Bij voedselcentrum Isaac en de Schittering. En wat heeft Ro gehaald? En bij voedselcentrum Isaac en de Schittering aan de Kreekplein. Dat is deze. Ja, kreeg je nog bolletjes bij ook. En daar kreeg hij nog bolletjes bij. Dat is 1. 2. En jij vroeg er ook om 2, ja? Ik vroeg om een bruine en een witte. Ja, en hij krijgt dat erbij. Kijk. Hartstikke mooi. Dus wij kunnen weer voorlopig even vooruit. Ja, dus wij kunnen weer voorlopig vooruit als we dus weer naar Den Helder gaan. Nou. 2 pakjes. 30 cent per stuk. Maar als je 50 cent aan spul koopt, mag je natuurlijk wat uitzoeken. Gratis en wel. Nou, doe maar lekker wat bolletjes. Al niet genoeg van. 2 pakken met bolletjes. En dat was dus en bij de eerste stop. Ja. De eerste stap. En nog 2 kazijntjes, maar die heb ik al opgegeten. Dat was echt lekker trouwens. En mag ik nog wat sla uitkiezen? 2 kroppen sla. Het valt een beetje af uit, maar dat maakt niet uit. Dat was gratis. Top. Mooi. Dat is mooi. Ja, straks. Nou, ik heb hier dus 1, 2, 4... Aardig wat takjes met munt. Ja, die was lekker en het ruikt ook lekker.
Maar ik heb nog veel meer kruiden. En daar weet Ro even iets meer van. Dit zijn uitjes? Dit zijn, ja, uitjes. Alleen wat voor uitjes, weet ik even niet. Oh, maakt niet uit. Dan hebben we nog... Peterselie of iets dergelijks? Peterselie, zegt Ro, zoiets. Nou, mocht je het weten... Even scherp stellen. Mocht je het weten, ik zou zeggen... Laat het even weten onder in de comments wat dit is. En dan hebben we daar nog ook nog wat lekkers. Geen idee wat het ook is. Ja, of... Ik weet niet wat het is. Ik weet het ook niet, maar dat is ook iets weer van kruiden. Geen idee wat het is. Maakt niet uit. Hier hebben we dus... Bieslok. Lekkere bieslok. En dat is dus rozemarijn volgens mij. Rozemarijn, ja. Dit is lekkere rozemarijn. Je moet je niet je neus insteken. Oh, heerlijk, rozemarijn. Lekker. Nou, toen heb ik dus nog kleine bloemkool. Bloemkool, ja. En dan hebben we nog een lekkere broccoli. Tweemaal. Yay! Yay! Yes! En toen had ik nog weer lekkere Coca-Cola. Ja. Persiksmaak. En een lekkere roomboter van Blue Band. Ja. Dus, en toen heb ik dus gratis speculaas poppen, lekkere, voor mij niet, maar voor Ro wel, poffertjes, dus hij heeft er 4, om lekker weg te kanen. Wordt maar 2 pond. En, ja, ik vroeg om 2 broodjes, maar wat krijg je er veel meer? Bolletjes, ja, precies dat. Dus ja. Dus dat is onze inkopen voor weer bij de voedselcentrum Isaac en de schittering aan de Winkenbaan 73 te Rotterdam. En dus aansluitend van deze hele leuke rit gingen we dus ook nog even dus langs de Jumbo. Wat ik dus al zei, en dat laten we dus nu even zien wat we daar weer hebben gehaald. Ja, en nee, ik word nog niet gesponsord, maar ik mag wel reclame maken voor hun. Zodat ze dus ook misschien te zijn de tijd met mij wel een samenwerking aan kunnen gaan. Dus ja, dus eerst dit. Want je moet klein ergens kunnen we gaan beginnen. Dus ja, ik zou zeggen, kijk even mee wat we daar aan weer hebben gehaald. Zo, één, zak 1 en zak 2. Lekker voor de feestdagen, ja. En hebben we hier lekker nog crackertjes. Ja, dit was voor mijn rekening, ja. En wat hebben we nog gratis gehaald? Dat kan Roderick wel zo even nu even heel goed vertellen. Ja, maar voor wie halen wij dat altijd? En hoe krijg je dat? In de bloemkoolbak liggen natuurlijk bloemkolen. Met een hele hoop groen nog aan. En mensen willen alleen die witte bloemkool hebben. Niet dat groen. Dus dat trekken ze soms eraf. Want als je het toch los hebt, eraf in de bak. Dus er ligt een hele hoop groen los. Medewerkers moeten eruit halen. Wij willen het wel hebben. Voor de kinders. Lekker. Ja, precies. En heb jij nog wat gehaald? Jazeker. Lekkere appelsientje. Oh, van peer. Oh, nou, die heb ik nog en nog nooit gehad. Dus daar wil ik zo meteen iets van proeven. Klopt niet helemaal. Het is perensientje dan. Ja. Appelsientje. Maar het is van peer. Ja, dus perensientje. Perensientje, ook goed. Dus dat was zo onze aankoop eigenlijk. En bij de Jumbo niet veel. Maar toch wat. Dus ja. Maar ben je geïnteresseerd om bij de Jumbo boodschappen te doen? Ik zou zeggen, ga lekker naar de Jumbo. Of ben je toch geïnteresseerd geworden bij Rotterdam? Vinkenbaan, Kreekplein en Jacob Looistraat te Rotterdam. Bij de voedselcentrum Isaac en de Schittering. Nou, Roderick is dus al eventjes naar zijn huis. Met de 2 zusjes en met Lady. Om daar even dingen te gaan doen. Ik heb net gegeten. Want ik denk dat Ro ook zo nog wat gaat eten. Ik weet het niet zeker. Ik vind het allemaal even prima. Ik vind het allemaal even best. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Zoals wat ik altijd zeg. Dankjewel voor het kijken. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hieronder te abonneren. Belletje aan te doen. Dan blijf jij zeker op de hoogte. Laat een leuke reactie achter en doe vooral ook een duimpje omhoog. Dat zou ik helemaal fijn vinden. Dus dankjewel. Een dikke tut op je snuit. En tot morgen bij een nieuwe vlog. Doei.